Met welke gedachten ging je vandaag naar de ijsbaan toe? Ja, maar ik heb niks te verliezen, soort van. Het is een mooie wedstrijd en we kunnen gewoon alleen maar 4 mooie ritten laten zien, ik dan. En dat heb ik gewoon geprobeerd gedaan. 500 viel een klein beetje tegen, ook met wat ik vorige week op de ijs heb laten zien. Maar als ik dan nu zo een 3 kilometer weer rijd, daar ben ik wel heel tevreden mee. Had je dan verwacht dat je nu de 3 kilometer zou winnen ook? Nee, niet verwacht. Maar ik weet wel dat als ik gewoon een sterke 3 rij, of als ik er goed in zit, dat ik wel gewoon hoog kan eindigen. En je hebt natuurlijk nu dat Irene Schouten en Carlijn Achtereek er niet is, zijn ook wel 2 sterke 3 kilometer dames. Maar ja, als je niet meedoet, kan ik ook niet winnen. En ik laat vandaag wel zien dat ik het op het goede moment ook gewoon kan. Je zegt net van, ja, ik wil eigenlijk niet weten hoe ik ervoor sta. Ja, dat ga ik ook maar niet zeggen dan. Maar met welk gevoel ga je nu naar de dag van morgen? Nou, ik wil morgen ook gewoon weer 2 mooie ritten rijden. Los van waar ik sta en waar ik nu nog moet inhalen misschien. Of juist iemand moet verdedigen. Dat hoef ik niet te weten. Want als ik gewoon een goede 15 rond en een goede 5 rij, dan heb ik het maximaal eruit gehaald. Ondanks wat ik wel of niet weet van tevoren. En dan zitten we nu wel in een leeg triomf, een beetje een gekke ambiance. Wat vind je daarvan? Ja, ik kan er heel veel van vinden, maar het is nu niet anders. En het is gewoon heel fijn dat we wel deze wedstrijden kunnen rijden en dat we gewoon van start kunnen gaan. En ik hoop gewoon dat we de rest van het seizoen op deze manier of steeds op een andere manier gewoon wel onze race kunnen rijden. En wat mis je nou het meest ten opzichte van normaal? Nou, toch wel echt de ambiance in het stadion. Gewoon als je al zo'n stadion inkomt, dat er gewoon echt een sfeer hangt. Dat de mensen staan, dat het volgepakt is. Ik zat vanochtend nog een filmpje te kijken van 3 kilometer van Enkelrand vorig jaar. Ja, dan hoor je gewoon door dat filmpje heen ook constant de mensen die aan het aanmoedigen zijn. En de hele sfeer die er hangt. En dat is dan nu iets wat je eigenlijk mist of wat er niet is. Ja, morgen nog 1 dag zonder publiek. Succes. Dankjewel.